Dankjewel. Dames en heren, ik wil deze avond weer even beginnen met een korte samenvatting van een aantal gedachten die we de voorgaande weken reeds hebben besproken. Maar voor diegenen die nieuw zijn, toch even een klein opstapje om aan te kunnen haken. We hebben het voorgaande lezingen gehad over de Bhagavad Gita, die behoort tot de zogenaamde esoterische literatuur van het oude India, waarin je, als je dat bestudeert, moet beseffen dat je daar eigenlijk zelf de hoofdrol in speelt, omdat de verhalen die daarin verteld worden eigenlijk een metafoor zijn of een manier van spreken om bepaalde wijsheden eigenlijk over te dragen aan ons. Welke uitgangspunten zijn in dit soort literatuur nou eigenlijk heel erg belangrijk? En ik heb er drie genoemd, maar er zijn er wel meer. Maar de belangrijkste zijn eigenlijk het idee dat we in essentie goddelijke wezens zijn, dat wij onderhevig zijn aan de processen van reïncarnatie en karma, dat we dus meer dan één leven leven. En dat de mens een samengesteld wezen is, daar heb ik een paar keer plaatjes van laten zien. En die samengesteldheid is, van de mens is belangrijk om te weten hoe je het proces kunt doorlopen om jezelf te veredelen. De mens is ook met name een denker en daar ligt de sleutel om verder te komen in die transformatieproces. Over welke innerlijke strijd gaat het in die Bhagavad Gita? Het gaat over de innerlijke strijd die zich in jezelf afspeelt wanneer je je richt op een betere versie van jezelf, als je dus hogere idealen gaat nastreven. Wat betekent overwinning door yoga en wat is yoga? Overwinning van de lagere neigingen in jezelf om zodoende de eenheid te realiseren met het goddelijke in jezelf, heel kort gezegd. We hebben verschillende vormen van yoga besproken. En vorige week of twee weken geleden dus karma yoga, eenwording door het verrichten van handelingen. Vorige week en ook bhakti yoga, eenwording door het beoefenen van toewijding aan dat goddelijke in jezelf. En vorige week hebben we gesproken over raja yoga, de koninklijke yoga, die door het beheersen van het denkvermogen wordt beoefend. Vanavond Jnana Yoga, eenwording door het beoefenen van kennis en wijsheid. Om weer de avond in een paar stukken in te delen, heb ik een aantal vragen weer geformuleerd. De eerste drie zullen we voor de pauze gaan behandelen. Eerst stilstaan bij de vraag, wat is Jnana Yoga precies? Ten tweede, welke kennis en wijsheid staat in die Jnana Yoga centraal? Ten derde, welke vereiste kwaliteiten gelden er voor iemand die Jnana Yoga beoefent? En ten vierde, van hoe ziet overwinning door Jnana Yoga er dan precies uit? En als slot van deze hele serie van vier lezingen, hoe verhouden die verschillende yogavormen zich nu ongeveer tot elkaar? Dat is het slot eigenlijk van deze serie lezingen. Ik ga naar de eerste vraag. Wat is Jnana Yoga? Wat is eigenlijk Jnana? Jna betekent, dat is een Sanskriet woord, dat betekent weten. En Jnana is kennis en wijsheid. Of eigenlijk nog beter gepreciseerd, volgens de woorden van mevrouw Blavatsky, het is eigenlijk spirituele kennis met betrekking tot goddelijke zaken, die dus te maken heeft met het diepst van onze innerlijke natuur en zoals die eigenlijk voor alle wezens geldt. Die over het algemeen niet bekend is bij de grote massa van de mensen, maar die wel altijd bij bepaalde menselijke wezens die ver ontwikkeld waren, bekend is geweest. Nou, Jnana Yoga is dus eenwording met dat goddelijke in jezelf door het bestuderen van die kennis en wijsheid. Kennis en wijsheid over de eenheid van al het leven. Dat wil zeggen dat we niet moeten denken dat we afgescheiden bestaan van alle andere leven, afgescheiden van alle andere mensen bestaan. Dat is volgens de ideeën zoals we die afgelopen weken besproken hebben een illusie. Nee, we hebben gezegd dat er uitgegaan wordt van een hypothese, wat in de geheime leer
een belangrijk boek van de theosofie, de eerste grondstelling wordt genoemd, namelijk dat er één grenzeloos leven is, wat de oorspronkelijke basis is waar al het leven uit voortvloeit, en wat in feite ook de diepste essentie is van elk levend wezen. In India, in de traditie van de zogenaamde Advaita Vedanta, en Advaita betekent niet twee, dat wil zeggen dat het is de filosofie waarbij er ook uitgegaan wordt van de eenheid van alle leven. Dus vanuit die gedachte dat het grenzeloze leven alles doordringt en daardoor eigenlijk al het leven in essentie ook één te noemen is. In die traditie van de Advaita Vedanta wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen Paroksha Jnana, dat wil zeggen dat is vooral de studie van die kennis en wijsheid, zoals die bijvoorbeeld in de Indiase boeken, maar ook in de theosofische literatuur te vinden is. Dat wil zeggen, die studie houdt in het intellectueel en inzichtelijk of intuïtief onderschrijven en gaan herkennen van bepaalde stellingen, visies, leringen, hoe het ook noemt. En vooral ook het gaan leren en proberen toepassen van de ethiek en moraal die in die kennis en wijsheid verankerd ligt. En als tweede, aparoksa jnana, het worden en vervolgens zijn van die kennis en wijsheid. Het belangrijkste obstakel van het uiteindelijk worden en zijn van die kennis en wijsheid is de aangeboren gewoonte van ons allemaal om onszelf in het middelpunt van het heelal te plaatsen. Wat een mens ook denkt, doet of voelt, het is altijd weer dat niet te onderdrukken ik, dat zichzelf centraal stelt. En vorige week heb ik u kort iets verteld uit de mythologie van de oude Grieken over de mythe van Narcissus, die dus zichzelf verliefd werd op zichzelf en eigenlijk helemaal ten onder ging in de stoffelijke wereld. Dat was het symbool van dat verhaal. En daardoor vergat dat hij een godenzoon was. En daardoor, door die ikgerichtheid, wordt de mens er ook van weerhouden om zijn denken op een bovenpersoonlijke wijze te gaan richten, waardoor ook dat intuïtieve denken veel meer de kans krijgt. Vorige week heb ik u kort wat denkbeelden genoemd uit de Yoga Sutras van Patanjali, waarin dus wordt uitgelegd dat als je te veel op dat persoonlijke gericht bent, dat daardoor als het ware dat hogere denken en die hogere invloeden te weinig of niet een kans krijgen. Het nog niet kunnen realiseren van de harmonie met andere wezens, omdat we te veel persoonlijk gericht zijn, wordt ook wel in dit soort literatuur het grote probleem genoemd. Vanuit de studie van leringen van bijvoorbeeld Krishna, Boeddha en dergelijke, kunnen we de overtuiging opbouwen, en ook door de Gita te bestuderen, dat de eenheid van het leven een feit is in de natuur en dat we ons daarop zouden moeten richten. Maar zonder de toepassing van de ethiek en moraal daarvan kan die visie nooit omgezet worden naar de hoogste kennis, dus die aparoksha jnana, dus het worden van die kennis en wijsheid, en zo uiteindelijk leiden naar verlossing of bevrijding van de banden van het stoffelijk bestaan, mukti genoemd in het oude Sanskriet. Godfried de Peruke, een belangrijk theosoof in de vorige eeuw, gaf nog de volgende schets van het jnana / Raja Yoga stelsel. Hij zei, die hogere yoga bestaat dus uit spirituele en intellectuele discipline, gecombineerd met het ontwikkelen van de liefde voor alle wezens. En het toepassen van die hoogstaande ethiek en moraal, zoals we dat afgelopen weken ook al hebben aangestipt, door citaten uit de Gita te noemen, zich uitdrukkend in onzelfzuchtigheid, bovenpersoonlijkheid, mededogen, is het doel
van het leven. En dat heeft als bijeffect ook nog een vergroting van je bewustzijn. En die discipline, die yoga-discipline, houdt verband met die hogere delen van onze innerlijke constitutie, Atman, Buddhi, Manas, zoals we dat genoemd hebben, waarbij de beheersing van het fysieke, lichamelijke en het psychische als een natuurlijk gevolg eruit voortvloeit als we gericht zijn op die hogere aspecten in onszelf. En mevrouw Blavatsky stelt ook nog dat alleen via die hogere delen van onze natuur, dus de hogere delen van ons denken, het bovenpersoonlijke denken, Buddhi, het verlichtingsbeginsel, en Atman, dat hoogste zelf van ons, alleen via die hogere delen van onze natuur kunnen we ook de gewaarwordingen gaan herkennen en ervaren die van een goddelijk niveau zijn en die we pas op die manier tot ons kunnen laten doordringen. Vandaar ook, en ik heb het vorige keer al een paar keer, was er aanleiding om dat te noemen, dat de uitspraak een gezonde geest in een gezond lichaam eigenlijk in de theosofie vooral gebruikt wordt in de omgekeerde betekenis dan die wij gebruiken in onze maatschappij, waarin gezegd wordt, hou je lichaam fit, dat is goed voor je frisse geest. Nee, de gedachte is altijd geweest in die oude filosofie, een gezonde geest in een gezond lichaam, op het moment dat je je denken en je bewustzijn dus richt op een bovenpersoonlijke manier van leven, volgt daar ook een gezonde, lagere natuur, een gezond lichaam uit. Verder nog iets over meditatie volgens Jnana Yoga. Dat hebben we eigenlijk al een paar keer aangestipt, omdat het eigenlijk hetzelfde is als wat in de Raja Yoga gehanteerd wordt. Namelijk de volgende regel. Meditatie wordt opgevat als het hebben van een gedachte die onverstoorbaar op de achtergrond van ons denken als het ware warm wordt gehouden. Waarbij we ons bewustzijn eigenlijk min of meer continu op die gedachte of een bepaald vraagstuk laten inwerken. En dat ook op een hele ontspannen en ongedwongen manier doen, met interesse en met vreugde zelfs. Als het ware zoals een kip op haar eieren broedt. En dat is, zeg maar, de simpele, maar wel hele effectieve manier zoals die in de Jnana Yoga en Raja Yoga als meditatie wordt beschreven. Ik ga naar de volgende vraag. Over welke kennis en wijsheid gaat die Jnana Yoga? Want daar is nog wel het nodige over te zeggen. Zoals zojuist gezegd gaat het over goddelijke zaken, over religieuze zaken, over het waartoe van het leven. Wat is het ultieme doel, wat is de zin van het leven? Als we het hebben over de kennis met betrekking tot goddelijke zaken in de literatuur van India, dan denken we vooral aan de Shrutis, zoals we dat 3 weken geleden hebben genoemd, zoals de Veda's en de Upanishads. Dat zijn de geschriften die beschouwd worden als zijnde rechtstreeks te zijn geopenbaard door wezens van een goddelijk niveau. En ik zal wat citaten weer aanhalen uit hoofdstuk 4, Jnana Yoga. Dat ziet er als volgt uit. Dat begint al dus. Deze onuitputtelijke yogaleer onderwees ik in den beginne aan Vivashvat. Vivashvat deelde haar mee aan Manu en Manu maakte haar bekend aan Ikshvaku. Zo van de een op de ander overgebracht, werd ze beoefend door de Racharshis, totdat in de loop der tijden deze yoga voor de wereld verloren ging, Oparantapa. Het is dezelfde aloude, onuitputtelijke, eeuwige leer die ik u heden heb medegedeeld, omdat gij mij toegewijd en mijn vriend zijt. Het is waarlijk verheven en geheime leer. Deze verzen geven aan waar die goddelijke kennis en wijsheid vandaan komt. Het start bij ene Vivashvat, de briljante. Dat is een
synoniem voor onze zon. Want het zonnewezen had zelf al lange, lange tijd daarvoor een evolutionaire ontwikkeling achter de rug, totdat hij het natuurlijk recht had verworven om goddelijkheid te bereiken. Zoals wij nu ook op dit moment bezig zijn om stap voor stap op de evolutionaire ladder te klimmen. Dit zonnewezen speelde een belangrijke rol bij de start van de levensperiode van onze planeet Aarde. En nadat de mensheid voldoende was gegroeid, gaf de zon de geestelijke opvolging van zijn wijsheid over aan Manu. Het woord Manu komt van man of manas en dat betekent denken. Een Manu is een hoeder, een beschermer van een bepaalde evolutionaire periode van de mensheid. Er zijn 14 van dit soort Manus in elke levensperiode van de aarde, een periode van 4 miljard 320 miljoen jaar. Manu zette het werk voort totdat uit de massa van mensen iemand kwam die in staat was om een dynastie te stichten van koninklijke priesterbestuurders. Deze ingewijde koningen volgden elkaar op om hun geestelijke taak onder de mensheid te verrichten. En zij onderwezen de mensen yoga, maar ook kunsten en wetenschappen, zoals bijvoorbeeld het bedrijven van landbouw en het maken van textiel. Tot aan de eerste aardse koning, Ikshvaku, een zoon van een van die Manus en de oorsprong van het huidige menselijk ras. En er staat dan, en zo van de een op de ander overgebracht, werd de geestelijke wijsheid beoefend door de Rajarshis. Dat zijn de koningwijzen of koningadepten. Eén van de drie klassen van rishis in India met dezelfde betekenis als de koninghierofanten, de farao's van het oude Egypte. En zo ging de evolutie voort, totdat de stoffelijke vooruitgang, de gerichtheid op de stof in de maatschappij, de overhand kreeg en Jnana, die geestelijk goddelijke kennis en wijsheid, naar de achtergrond van de maatschappij verdween, tot onze tijd. Dat is wat er in het kort in die eerste hoofdstukken van de Gita te vinden is over de oorsprong van Jnana of geestelijk goddelijke wijsheid. Over welke kennis en wijsheid gaat Jnana Yoga nu concreet? Die kennis en wijsheid stond en staat thans ook nog bekend onder de naam Theosophia, goddelijke wijsheid. Maar er zijn ook andere namen voor die hetzelfde weergeven. En vanaf 1875 is deze weer onder de aandacht van de mensen gebracht door mevrouw Blavatsky onder de naam Theosofie. En de Theosofie is gebaseerd op drie zogenaamde grondstellingen die u in onze programmafolder vindt. En de eerste grondstelling luidt dat het leven grenzeloos is, grenzeloosheid, en dat dat grenzeloos leven aan alles ten grondslag ligt. U vindt dat ook bijvoorbeeld in de Bhagavad Gita in het hoofdstuk over yoga door toepassing van de Sankhya-leer. Er staat, weet dat Tat, wat in het oude India synoniem was voor dat ene levensbeginsel, weet dat Tat, waaruit alle dingen ontstonden, onvernietigbaar is en dat niemand in staat is het onvergankelijke te vernietigen. En in die gedachte zijn alle mensen kinderen van dat. En vandaar dat op de leerling op het pad van innerlijke ontwikkeling, dat die wordt geleerd, de uitdrukking in India, Tat Twam Asi, gij zijt het grenzeloos.
De tweede grondstelling of tweede grondgedachte is die van cyclische beweging. Alle leven manifesteert zich cyclus en trekt zich daarna weer terug naar innerlijke gebieden. De derde gedachte is, elk levend wezen maakt een innerlijk ontwikkelingsproces door dat analoog verloopt op elk schaalniveau van de kosmos. Of we het nu hebben over een atoom, over een plant, een mens, goddelijke wezens, zonnen, melkwegstelsels. Het doet er niet toe. En uit die drie grondgedachten, die drie grondstellingen, kunnen er zeven kerngedachten worden afgeleid die in het oude India de Sapta Ratnani werden genoemd. De zeven juwelen van de wijsheid, die namelijk in essentie de wetmatigheden aangeven van al het leven wat gemanifesteerd is. De essentie aangeven van de processen van evolutie. En die ook aangeven wat daarin de ethische aspecten, de ethische keuze zijn die we op een bepaald moment tegenkomen als we ons verder willen ontwikkelen. Van de Sapta Ratnani, die zeven juwelen van wijsheid, wordt gezegd dat ze zo fundamenteel zijn en waar zijn voor het gehele universum waarin wij leven, van hoog tot laag. En ze worden ook wel de structuur en het timmerwerk van het heelal genoemd. En er wordt ons verteld dat zelfs wezens zoals de meesters van wijsheid en mededogen nog steeds zich verdiepen in die zeven juwelen van wijsheid om dus tot een verdere verdieping van hun kennis en wijsheid daarvan te komen. Die zeven juwelen van wijsheid zijn dus de sleutels voor onze eigen innerlijke natuur en ze zijn op meerdere plaatsen in onder andere de Bhagavad Gita terug te vinden en ik wil kort daarvan wat dingen voor u aanstippen. De eerste is dus Punarjanman in het Sanskriet. Punar betekent weer en Janman is geboorte. Dus weer geboren worden, wederbelichaming of reïncarnatie. De idee is dat leven of bewustzijn de kracht is achter alle gemanifesteerde dingen. Cycliciteit, we leven vele levens. In hoofdstuk 4 van de Gita, Janane Yoga, zegt Krishna, ik en gij, beiden zijn er door vele levens heen gegaan. O Arjuna, de mijne zijn mij bekend, doch gij kent de uwe niet, o Parantapa. Het tweede juweel, karma, de wet van oorzaak en gevolg. Het leven is een leerschool op basis van causaliteit, dat wil zeggen, herhaalt handelen en oogsten wat je gezaaid hebt in het verleden. En Krishna wijst in een eenvoudige en op een hele directe manier op de weg van bevrijding van karma. In hoofdstuk 9, yoga door koninklijke kennis en het koninklijk mysterie, zegt hij, wat gij ook doet, wat gij ook eet, wat gij ook offert, wat gij ook geeft, hoe gij u ook kastijdt, o zoon van Kunti, doe het als een offer aan mij, de innerlijke Krishna in ons. Zo zult gij van de banden der handelingen, die goede of kwade vruchten opleveren, bevrijd worden en uzelf, gewijd hebbende aan yoga door verzaking, zult gij bevrijd tot mij komen. De derde kerngedachte. Loka's en tala's, de hiërarchische structuur van het universum. Die hiërarchische structuur is gebaseerd op de verschillen in ontwikkeld bewustzijn van diverse levende wezens. Elk wezen is namelijk een hiërarchie van leven, van levende wezens, waarbij de lagere wezens de voertuigen of de lichamen opbouwen van een hoger ontwikkeld wezen. Denkt u aan ons lichaam,
Ons lichaam is opgebouwd uit ontelbaar vele cellen, atomen, levende wezens, maar van een nog niet zo hoog niveau als wij dat zijn, maar wel levende wezens. Wij zijn de top van de hiërarchie van die levende wezens die ons voertuig vormen, maar ook wij maken weer deel uit van een groter geheel, wat weer het voertuig is voor een nog groter en verder ontwikkeld wezen. Wij maken deel uit van de aarde, waar een hooggeestelijk wezen achter werkzaam is. Het begrip loka wordt in dit verband aangeduid met een gerichtheid in ontwikkeling van ons bewustzijn op de geestelijke kant. En het begrip tala op een gerichtheid in ontwikkeling op de stoffelijke kant. Krishna zegt weer in hoofdstuk 9. Alle wezens, o zoon van Kunti, keren aan het eind van de kalpa in mijn prakriti, mijn natuur, terug. En bij het begin van een nieuwe kalpa breng ik hen weder voort. Terwijl ik mijn eigen prakriti beheers, zend ik telkenmale deze gehele menigte onafhankelijke wezens uit door de kracht van prakriti. De vierde gedachte, zelfwording. Svabhava. Sva betekent zelf. En boe is worden, zelfwording. We worden steeds wie we onszelf tot dat punt van ontwikkeling in deze incarnatie hebben gemaakt, qua bewustzijn. Maar we kunnen elk leven onszelf verder ontwikkelen, verder transformeren. Svabhava is dat wat van een roos maakt. In hoofdstuk 3 zegt Krishna, zelfs de wijze handelt in overeenstemming met zijn eigen natuur, met zijn eigen svabhava. Alle wezens volgen hun aard, hun svabhava. Wat zou dan onderdrukking baten? Wat zouden we dan onze eigen karakter ontkennen? De vijfde gedachte, pravriti en nivriti. Pravriti betekent voorwaarts rollen, uitwikkelen, evolutie. En nivriti betekent terugrollen, inwikkelen, invouwen, involutie. Het is het gelijktijdige proces van verstoffelijking. Namelijk een kind wordt geboren en bouwt eerst zijn lichaam op en zoekt zijn plaats in de stoffelijke wereld. Terwijl tegelijkertijd de geestelijke aspecten involueren, inwikkelen. Terwijl in het midden van het leven de boog andersom gaat. Het lichaam begint zeg maar weer wat in te wikkelen. Wordt minder soepel. En het geestelijke, althans dat is de bedoeling, evolueert of ontplooit zich meer. En die geestelijke evolutie, wat we op veel plaatsen in de Gita terugvinden, namelijk het onszelf gaan verheffen van een persoonlijk gericht wezen naar dat goddelijke in onszelf, dat is de evolutie, de progressieve evolutie, die de gedachte is achter dit juweel van wijsheid. En William Quant Judge, die een verhandeling heeft geschreven over de Gita, geeft in zijn voorwoord ervan aan dat wanneer we de geschiedenis van de Mahabharata, waar de Gita dus een onderdeeltje van is, wanneer we die geschiedenis van de Mahabharata toepassen op de ontwikkeling of evolutie van de gehele mensheid, dan krijgen we ook een heel groot beeld van de krachten die er op langere termijn in de mens en de mensheid spelen en waar dan uiteindelijk het toe leidt als we naar eonenlang evolutie zich onszelf toch kunnen hebben ontwikkeld tot goddelijke wezens. En dat is de gedachte van progressieve evolutie. Deze vijf juwelen beschrijven tot nu toe eigenlijk hoe door een proces van herhaalde geboorte en levens en de wet van karma,
wij onszelf verder kunnen ontwikkelen. Dus het is het proces van progressieve evolutie, kort samengevat. En de laatste twee juwelen van wijsheid gaan over de ethiek van het leven. De zesde gedachte is namelijk het subtiele onderscheid in twee paden van ontwikkeling. Het eerste pad heet het Pratyeka pad. En dat betekent het pad van ieder voor zich. Ieder die zijn eigen zaligheid en bevrijding van het wendelend wiel van reïncarnatie en karma wil ontvluchten. En het tweede pad, het hoogst ontwikkelde pad, het Amritayana, het pad van onsterfelijkheid. Dat wil zeggen, het proberen jezelf te ontwikkelen om een leraar voor andere mensen te worden, om die te helpen zichzelf te ontwikkelen, het werken voor de ontwikkeling van alle wezens. En Krishna zegt daarover het volgende, het staat onderaan het scherm. Evenals de onwetende, o zoon van Bharata, handelt ter wille van de vrucht, zo behoort de wijze te handelen, maar zonder gehechtheid en met de wens de orde der werelden te handhaven. Dus je in te zetten voor het grote geheel. Het laatste juweel van wijsheid, Atma Vidya, kennis van het zelf, kennis van die goddelijke kern in ons. En de kennis daarvan en het een worden met die goddelijke kern resulteert in universele kennis, alwetendheid, met een rijkwijde van ons zonnestelsel, ja, van ons melkwegstelsel. En Krishna zegt daarover het volgende in hoofdstuk 7, yoga door geestelijk onderscheidingsvermogen. Onder duizenden stervelingen is er misschien één die naar volmaking streeft. En onder de weinigen die zo streven, is er misschien een enkele die mij werkelijk kent. Ik ga naar de volgende vraag. Welke vereiste kwaliteiten gelden voor een beoefenaar van Jnana Yoga? Dat is dus de bewustzijnstraining, zoals we al eerder hebben gezien, voor wijzen. Priesters en in India, in het oude India, voor de zogenaamde Brahmana's. Welke kwalificaties of welke plichten, zoals het in de Bhagavad Gita heet, gelden voor die beoefenaren van Jnana Yoga? In hoofdstuk 18, yoga door het verzaken van moksha, vinden we de volgende omschrijving. De plichten van een Brahmana, geboren uit zijn swabhava, zijn kalmte, zelfbeheersing, soberheid, reinheid, geduld, oprechtheid, wijsheid, kennis en geestelijk onderscheidingsvermogen. Als we die proberen wat nader in te vullen, kalmte en zelfbeheersing, dan zien we een typering daarvan in hoofdstuk 6. Daarin zegt Krishna, de mens die het zelf overwonnen heeft en de rust van zelfbeheersing heeft bereikt, standvastig gericht blijft op Param Atman, heeft vrede in koude en hitte, in vreugde en smart, in eer en schande. Dan soberheid, dat is vermijding van alles wat niet strikt nodig is. Fysiek, mentaal en spiritueel. Reinheid, dat wil zeggen fysieke en mentale reinheid. Met name zorgen dat je ethisch, moreel, verantwoord je gedraagt ten opzichte van andere wezens. Een van de eisen van chelaschap, van leerlingschap, zoals we dat vorige week bij Raja Yoga hebben besproken. Geduld, dat houdt in geduldige verdraagzaamheid. Bijvoorbeeld wanneer iemand getroffen wordt door ziekte, dient hij niet die ziekte te ontlopen of er zich bedroefd bijvoorbeeld om te maken, maar geduldig die ziekte uit te dienen als het ware, zonder opstandige gevoelens.
oprechtheid, rechtschapenheid, eerlijkheid steeds voor de waarheid uitkomen. Wijsheid, kennis en onderscheidingsvermogen, denkt hij daarbij weer aan wijsheid met betrekking tot die goddelijke zaken, tot die innerlijke geestelijke natuur van ons. Die kennis en wijsheid die van een mens een god maakt. U ziet best wel een indrukwekkende lijst waar beoefenaren van Raja Yoga aan dienen te voldoen. Ik wil nu even gaan pauzeren en na de pauze zal ik dus het hoofdstuk van Jnana Yoga met name gaan schetsen en een aantal citaten daarvan voorlezen om het nog wat verder in te vullen. Maar dit is het eerste gedeelte dus voor de pauze. Het woord is aan u. Wat u niet moet vergeten, en we hebben het een aantal weken geleden hebben we het er ook al over gehad, hè, dat dat inderdaad voorkomt. Wat u goed moet beseffen is dat de toekomst van achter over ons heen komt, wordt wel eens gezegd. Met andere woorden, de karmische consequenties uit het verleden kunnen nog steeds een rol spelen. Vanwege die samengestelde natuur kun je, ook al heb je in een bepaald leven een enorme spirituele ontwikkeling doorgemaakt, dan wil dat nog niet zeggen dat je hele natuur daar al vrij van bepaalde effecten is. En dat het dan nog steeds kan voorkomen dat er nog een ongeneeslijke ziekte optreedt, waardoor je dus toch voortijdig misschien overlijdt. En dat zijn eigenlijk een soort van ook reinigingsprocessen, zodat de hele natuur vanaf je lichaam tot al die andere lagen, tot aan het allerhoogste in jezelf, in evenwicht gebracht worden met elkaar. Vandaar ook die zinsnede net over geduld, die ik net als het ware inkleurde door te zeggen, als je ziek wordt, dat je daar ook een soort van gelijkmoedigheid onder moet betrachten, omdat dat zijn oorzaak heeft die je nu misschien nog niet kunt doorzien. Maar naarmate je je verder ontwikkelt, zul je dat steeds meer gaan doorzien en zul je steeds meer in staat zijn om door je mentale houding te voorkomen dat je ziek wordt. En in alle oude tradities, en wij kennen eigenlijk vooral die uit de Romeinse periode van mens sana in corpore sano, dus van een gezonde geest in een gezond lichaam, die uitdrukking die is altijd bedoeld geweest, toch vanuit deze optiek, dat op langere termijn, over meerdere incarnaties, als je je geestelijk ontwikkelt, volgt je lagere natuur ook. En van wezens zoals bijvoorbeeld een Boeddha, wordt dan ook gezegd dat ze een zeer rein en zuiver lichaam hebben, wat zeg maar op allerlei manieren, als daar van buitenaf bijvoorbeeld een infectie, ik noem maar wat, zou komen op stoffelijk gebied, dat die natuur van zo'n wezen dat gewoon makkelijk kan hanteren, omdat alles zo in balans is, dat dat optimaal functioneert en dat zo'n wezen daar dus geen last van heeft. Ja, net als het boek van de meesters van het Verre Oosten. Dan heb je op een gegeven moment dat er zelfs geen stof kan aan zo'n persoon houden of wat dan ook. Nou, dat weet ik niet precies. Ik ken die boeken niet precies, maar laten we het zo zeggen. Wezens die dat niveau van bewustzijnsontwikkeling hebben bereikt, hebben eigenlijk een volledige beheersing over hun stoffelijke natuur gekregen, waardoor dat soort zaken op een hele harmonische manier gaat. Dat wil niet zeggen dat ze zeg maar grenzeloos lang met een lichaam doen. Veel langer dan wij dat gebruiken. Er worden vaak getallen genoemd van zo'n 300 tot 400 jaar. Dat voor een meester een lichaam bijvoorbeeld meegaat. Maar dan is het wel zo dat zij al zoveel beheersing over die processen van de natuur hebben. En zij zoveel werk te doen hebben dat zij een toekomstige incarnatie op een gegeven moment dan kiezen. En dan weer zeg maar een tijd
hier op aarde rondlopen om ons weer te inspireren. Dus ja, het kan inderdaad zijn als je je ver ontwikkeld hebt dat je toch nog last hebt van een lichaam wat sputtert. Maar dat heeft dan met het verleden nog te maken. En dat zijn allemaal processen, die soort reinigingsprocessen zou je kunnen zeggen. Om te zorgen dat in toekomstige incarnaties dat allemaal is afgehandeld. Ja? Andere vragen of opmerkingen misschien? In het verlengde daarvan zou je misschien ook het leven van Mahatma Gandhi kunnen beschouwen. Dat, veel mensen hebben zich altijd afgevraagd hoe het mogelijk is dat gewoon iemand vermoord is. Ja. Die zo'n hooggestaand geestelijk doel had. En zo'n rechtschapen levenswandel toch, zeker de laatste jaar van zijn leven. Ja. Dat sluit mooi aan bij wat u zegt. Ja. Dat er ook oude karmische effecten zijn. Ja. Ondanks iemand met zo'n diepe bewustzijn. Ja. Toch getroffen kan worden door zo'n ernstige karmische zaken uit het ver verleden. Ja, dat hij dus vermoord is door iemand in zijn omgeving. En, het is ook van Gandhi bekend dat hij ook in dit afgelopen leven, dat hij natuurlijk al periodes heeft gekend dat hij ook zoekende was hoe hij zelf in het leven stond. En ook wel periodes heeft gehad dat hij wat minder verdraagzaam was als in de tijden dat hij heel erg bekend geworden is van zijn tijden in zeg maar geweldloos verzet van in Zuid-Afrika, waar hij een tijd heeft gewoond. En ja, dan zijn er dus toch onevenwichtigheden die kennelijk dat soort resultaten tot gevolg kunnen hebben. Of vanuit voorgaande levens, maar dat kunnen wij natuurlijk als oorzaak en gevolg niet goed overzien. Als buitenstaande, en zelf weet je dat vaak ook niet. Nee, inderdaad, dat is een goed voorbeeld. Geen andere vraagstukken? Dan gaan we even pauzeren. Goed, dames en heren, we gaan verder. De vierde vraag: hoe ziet overwinning door Jnana Yoga er precies uit? En ik zal dat weer doen door een aantal teksten van uit de Gita op het scherm te projecteren en daar wat omheen te vertellen. In hoofdstuk 4, Jnana Yoga, zegt Arjuna: daar gij geboren werd na de tijd dat Vivasvat leefde, hoe moet ik dan begrijpen dat gij in den beginne deze leer aan hem verkondigd hebt? Krishna: ik en gij, beide zijn wij door vele levens heen gegaan, o Arjuna. De mijne zijn mij bekend, doch gij kent de uwe niet, o Parantapa. Hoewel zelf ongeboren, onveranderlijk in wezen en heer van al het bestaande, toch word ik, heersende over mijn eigen natuur, geboren uit mijn eigen maya, mijn eigen illusie. Hier wordt door Krishna dus nog een keer heel expliciet verwezen naar de leer van reïncarnatie. Zowel gaat het over Arjuna als over Krishna. En word ik geboren uit mijn eigen maya, van de Sanskriet wortel ma, dat betekent meten, letterlijk alles wat gemeten kan worden. En dat heeft te maken met de stoffelijke wereld, het gemanifesteren. En eigenlijk de sluier der werkelijkheid voor datgene wat werkelijk is, namelijk de geestelijke kern van alles. En deze term, zoals we die zien in de Bhagavad Gita, deze gedachte vinden we ook bijvoorbeeld terug in de Bijbel. In Johannes staat eenzelfde soort zin, namelijk: voor Abraham was, ben ik. Met andere woorden, het goddelijke, die innerlijke kern, is eigenlijk altijd er al geweest en zal er altijd zijn. En voordat er sprake is van enig gemanifesteerd persoonlijke mens, is die goddelijke kern is er altijd al. En Krishna vervolgt zijn uitleg: ik breng mijzelf voort, o zoon van Bharata, telkens wanneer in de wereld het goede verzwakt en ondeugd en onrecht
toenemen. Ik belichaam mij dus van eeuw tot eeuw ter bescherming van het goede, ter vernietiging van het kwade en tot vestiging van rechtvaardigheid. En dit gaat over bijvoorbeeld de leer van de zogenaamde komst van de avatara's, goddelijke wezens, die dus in tijden van geestelijke schraalheid, om met een term van Plato te spreken, steeds op aarde incarneren en een inspirerende kracht tijdelijk worden op aarde voor de mensen, als dus het kwaad de overhand krijgt, als mensen te egoïstisch worden, als ze zozeer gericht zijn op het overheersen en beheersen van alles wat met de stoffelijke wereld te maken heeft, dat er eigenlijk alleen maar kwaad is in de wereld. En voorbeelden van dat soort wezens zijn Krishna zelf, Shankaracharya, Jezus de Nazarener, maar ook Plato en dat soort hoogontwikkelde spirituele wezens. En het gaat verder. Hij die mijn goddelijke geboorte en handelingen al dus kent, treedt na het verlaten van dit sterfelijk omhulsel geen ander binnen, maar komt tot mij, o Arjuna, vrij van hartstocht, vrees en toorn, vervuld van mij en in mij een toevlucht nemend, gereinigd door het beoefenen van wijsheid, zijn velen mijn wezen ingegaan. Dus wanneer de beoefenaar van yoga, van Jnana Yoga, de persoonlijkheid achter zich heeft gelaten, alle gehechtheden daaraan heeft opgegeven, kan hij dus één worden met zijn goddelijke kern en heeft daarmee ook beheersing, meer beheersing gekregen over de stoffelijke natuur. Zij die geestelijk onderscheidingsvermogen bezitten, noemen hem wijs, wiens ondernemingen vrij van begeerte zijn, want zijn handelingen worden verteerd in het vuur der kennis. Hij geeft de begeerte naar de vrucht van de handeling op. Hij is vrij, tevreden, steunt op niets en hoewel bezig met handelen, doet hij in werkelijkheid niets. Zonder verwachtingen, zijn lichaam en geest beteugelend, zonder gehechtheid aan bezittingen, met het lichaam slechts de daden van het lichaam verrichtend, stelt hij zich niet bloot aan wedergeboorte. Tevreden met alles wat zich voordoet, vrij van de invloed der paren van tegenstellingen, zonder afgunst, zichzelf gelijk in slagen en falen, hoewel hij handelt, wordt hij niet gebonden door de boeien van handeling. Al het karma lost zich op van hem die vrij is van eigenbelang, met toewijding bezield, wiens hart naar geestelijke kennis haakt en wiens handelingen offers zijn aan het Allerhoogste. Er wordt gesproken over de paren van tegenstellingen. Denkt u aan voorbeelden zoals warm en koud, maar ook aan leven en dood. En voor onze cursisten levenswijsheid, die zijn er misschien wat meer bij bekend, want in die cursus komt ook de dialogen van Plato aan de orde, waarin Socrates praat over die paren van tegenstellingen, die niets anders zijn dan de toestanden waarin iets verkeert. Immers, warm en koud zijn relatieve begrippen. En het is uiteindelijk iets wat van warm door kouder worden in koud kan overgaan, namelijk. En het omgekeerde is ook het geval. Dus het gaat altijd over iets wat achter een bepaalde situatie werkzaam is, wat zich eigenlijk afspeelt. En wie dus beseft dat die toestanden slechts
de verschijningsvormen zijn van iets dat achter die verschijningsvorm werkzaam is, het geestelijke, het onvergankelijke, en zich geheel richt op dat iets wat daarachter werkzaam is, die daarachter werkzame kracht, verheft zich boven de illusie. Het vrij zijn van elke vorm van eigenbelang is dus een vereiste voor het gaan van het pad van de wijze van de Brahmana. En dan is Brahmana de titel van de wijze en niet de titel of de naam van diegene die dat door geboorte misschien in India ook zo wordt genoemd, maar die dat niet als een titel door wat hij laat zien van wat hij is als mens heeft verworven. Het volgende citaat. Zij die zich laven met de onsterfelijke overblijfselen van het offer, komen tot het eeuwige Brahman, dat bewustzijn wat achter het melkwegstelsel werkzaam is. Voor hem die niet offert, is er geen plaats in deze wereld. Hoe zal hij dan deel hebben in een andere, o beste der Kurus? Aldus worden offers van velerlei aard in de heilige geschriften beschreven. Weet dat zij alle uit handeling geboren zijn. Dit wetende zult gij bevrijd worden. Beter dan het offeren van stoffelijke dingen is het offeren van geestelijke kennis. O Parantapa, alle handelingen zonder uitzondering bereiken hun hoogtepunt in geestelijke kennis, o Partha. Er wordt hier gesproken over het brengen van offers. Dat wil zeggen het steeds weer afzien van het toegeven aan de begeerte van onze persoonlijke natuur die aan allerlei zaken gehecht is. En het juist bijstaan van anderen in het vinden van hun weg in het leven. Door hen te inspireren, door je energie beschikbaar te stellen, door je inzichten in geestelijke kennis, door anderen te inspireren, die ze in staat gaat stellen om het leven te leiden in plaats van het te ondergaan. Zoek deze wijsheid door dienen, door diepgaand onderzoek, door vragen en door nederigheid. De wijzen die de waarheid zien, zullen u haar verklaren. Deze wijsheid kennende, zult gij nooit weer tot dwalingen vervallen, o zoon van Pandu. Door deze kennis zult gij alle dingen en wezens zonder uitzondering in uzelf zien en dan in mij. Dit houdt in dat als de leerling de juiste houding in zichzelf heeft gecultiveerd, heeft ontwikkeld en tot op zekere hoogte kan vasthouden, namelijk die gerichtheid om vooral in harmonie met andere mensen te leven, maar vooral om zichzelf te willen ontwikkelen, om andere mensen de weg te wijzen. Als die mentale houding is ontwikkeld, zal ook voor die leerling, voor die chela, de leraar verschijnen om hem verder te onderwijzen. Zelfs al waart gij de grootste aller overtreders, door het schip der wijsheid zult gij over alle oneerlijkheden heen varen. Zoals het natuurlijke vuur, o Arjuna, brandstof tot as doet vergaan, zo doet ook het vuur der wijsheid alle handelingen tot as vergaan. Er is geen reinigende kracht in deze wereld die boven kennis gaat. En hij die volmaakt is in yoga, ziet haar mettertijd vanzelf in zich ontwaken. Die geestelijke kennis, dat diepere inzicht, zal die bindende karmische gevolgen van alle handelingen en karmische gevolgen uit het verleden tot as verteren, staat hier.
Dat zal het vermogen opleveren om uiteindelijk bevrijding van die karmische banden te bereiken en uiteindelijk loskomen van dat lager zelf. En tenslotte het laatste deel van dat hoofdstuk over Jnana Yoga gaat als volgt. De mens die meester is over zijn zinnen en organen en vertrouwen bezit, verkrijgt spoedig geestelijke kennis. En deze verkregen hebbende bereikt hij spoedig de hoogste vrede. Maar de onwetende, die vol twijfel en zonder vertrouwen is, gaat verloren. De twijfelende mens kent geen geluk in deze wereld, noch in de volgende, noch in enig andere. Geen handelingen bindende mens, die door yoga handeling heeft verzaakt en alle twijfel door kennis heeft verdreven, ook Dhanan Jaya, snijdt daarom met het zwaard der kennis alle twijfel af, die uit onwetendheid in uw hart is ontstaan. Neem uw vlucht tot yoga. Sta op, o Bharata. Die vervolmaking van die geestelijke kennis wordt dus bereikt door het vertrouwen te versterken in de wijsheid die je ontwikkelt, door toewijding en door zelfbeheersing. Dit hoofdstuk eindigt dus met hele krachtige woorden. En die woorden zijn gericht tot diegenen die sterk kunnen zijn en die niet tot de steeds twijfelende mens behoort, die twijfelt aan zijn eigen denkbeelden of de koers wel goed is. En ook twijfelt aan de woorden van anderen en altijd om meer bewijzen vraagt. Maar volgens ons is volkomen duidelijk wat de oorzaak van die twijfel is, namelijk toch een onwetendheid over een aantal fundamentele zaken waarover je voor jezelf volstrekte helderheid kunt krijgen. Vandaar ook het krachtige slot van dit hoofdstuk, dat je met het zwaard van de kennis alle twijfel moet neervelden. En elk hoofdstuk van de Gita eindigt als volgt. Het eindigt altijd. Zo staat in de Upanishads, in de heilige Bhagavad Gita, in de wijsheid van Brahma, in het boek van yoga, in de samenspraak tussen de heilige Krishna en Arjuna, en in dit geval het vierde hoofdstuk genaamd Jnana Yoga. Hoe verhouden we nu die verschillende vormen van yoga die we afgelopen weken de revue hebben laten passeren zich tot elkaar? En ik loop ze weer even kort langs. We hebben het al daarover gehad dat hier in het Westen eigenlijk vooral Hatha Yoga heel erg bekend is. En we hebben daarvan gezegd dat die dus door veel mensen wordt beoefend, vaak als een soort van manier om je lichaam fit te houden. Een soort gymnastiek, maar dat er ook bepaalde ademhalingsoefeningen soms bij worden toegepast. En dat is de laagste vorm van yoga die zich vrijwel alleen op het lichamelijke en psychische richt, dat wil zeggen op het lagere denken. En zoals gezegd, in die oude Indiase scholen werd die methode in zeer uitzonderlijke gevallen gebruikt. Wat zijn aspecten van de ware Hatha Yoga volgens ons? Dat is inderdaad zorgen dat je een fit en gezond lichaam hebt, waarbij je ook je lagere natuur leert beheersen. Het leren beheersen bijvoorbeeld van je emoties, van je begeertes en je verlangens. In India werden die yogapaden vooral gekoppeld aan het type van bewustzijn wat je dus volgens je wezenskenmerk of je swabhava bent. En ik heb u dit schema laten zien van de opbouw van de ideale Indiase maatschappij zoals dat in oude tijden werd gezien. We onderscheiden daarin van laag tot hoog
als methode van bewustzijnsontwikkeling voor de groep onderaan dat systeem van die samenleving, voor de arbeiders, de sudra's, karma yoga, het bereiken van één worden, van eenheid door handeling, de eenvoudigste vorm die voor iedereen eigenlijk geschikt is. En daar gaat het erom om zelfs de kleinste plichten te volbrengen om op die manier eenheid te bereiken door het verrichten van handeling. Met als motief, je doet de handelingen alleen maar om de handeling zelf en niet vanwege het resultaat. Het gaat dus om onthecht te zijn en niet gehecht te zijn aan het resultaat. Bhakti yoga, yoga door toewijding aan die hoogste vermogens in onszelf. En hoewel in het huidige India die toewijding veelal gezocht wordt in buiten de mens staande goden, is de boodschap van de Bhagavad Gita juist dat je die innerlijke God en met name daar het daaruit voortvloeiende ideaal, spirituele ideaal wat je koestert, bijvoorbeeld van een menselijke broederschap, dat je je daar aan toewijdt. Raja Yoga, het gaan leren beheersen van je lagere natuur en van je lagere verlangens en neigingen, begeerters, door het leren beheersen, het leren richten van je denken. Hoe? Door zelfgeleide ontwikkeling, door jezelf bij de hand te nemen, door jezelf te oefenen in zelfbeheersing, op basis dus van het richten, het leren beheersen van je denken. En tenslotte, vandaag hebben we het over Jnana Yoga gehad. Het bestuderen en het consequent gaan toepassen en worden en uiteindelijk zijn van die goddelijke kennis en wijsheid, waarop de wetten van de natuur zijn gebaseerd. En als we kijken naar die hele reeks, dan zien we eigenlijk van laag naar hoog ook een toenemende discipline. En vanuit de Theosophia voegen we daar eigenlijk het motto aan toe. Leef het leven van alle dag op een edele wijze en pas daar die principes van die Jnana op toe. De wijze, de Brahmana in de bovenste groep, moet dan ook niet alleen Jnana yoga beoefenen, maar impliciet wordt er vanuit gegaan dat in feite alle andere vormen van yoga worden beoefend en tot op zekere hoogte worden beheerst. Want wanneer je al die vier vormen van yoga bij elkaar brengt en dat probeert te beoefenen, ontstaat de hoogste vorm van yoga, die door theosofen over het algemeen aangeduid wordt met Brahma yoga, de yoga van de geest, waarin men uiteindelijk de eenheid realiseert van Atman, dat goddelijke in zichzelf, maar dat op een dermate diepgaande wijze volbrengt, dat er sprake is van een verheffing van het bewustzijn naar het niveau van niet alleen het zonnestelsel, maar zelfs van het universum, van ons melkwegstelsel, en het bereik van bewustzijn dus tot op die hoogte van niveau stijgt. Brahma yoga dus omvat in de praktijk alle andere yogavormen die u hier ziet. En het betekent dat het dus het beste uit al die andere yogavormen combineert. Brahma yoga is de yoga waarop de meeste chela's, de leerlingen van de meesters van wijsheid en mededogen, zich in hun training richten. Voor al die vormen van yoga geldt, en ik zeg het nog maar een keer, dat het vooral de bedoeling is om die in de praktijk van het dagelijks leven toe te passen. En de discipline heeft dan ook met name betrekking op de maatschappelijke en sociale plichten die bij een bepaald mens horen. Yoga in India was dus niet alleen maar een oefening die een zekere mate van gemoedsrust schonk, maar strekte zich eigenlijk uit tot het hele
praktische leven in de maatschappij. En alle, als alle, zeg maar, mensen die een bepaalde laag vertegenwoordigden in de maatschappij hun yoga-discipline vervulden, kreeg je dan vanzelf een ideale samenleving. Yoga wordt over het algemeen gezien als komende uit India. Maar ik heb de eerste avond al kort aangegeven dat al die gedachten over yoga en hoe je moet handelen niet uniek zijn voor de oude Indiase cultuur. Integendeel, ze zijn gemeengoed geweest in alle grote oude religieuze en filosofische stelsels en ook in de moderne theosofie. Ze waren gemeengoed bij de Stoïcijnen, bij de leerlingen in de school van Plato, bij de leerlingen in de school van Pythagoras, bij de scholen van het oude Griekenland en Rome, maar ook in het oude Egypte en in het oude Perzië. Als u de stukken bestudeert van deze samenlevingen, zult u zien dat u dezelfde ideeën tegenkomt. Ik wil deze avond kort gaan proberen samen te vatten en eigenlijk alle afgaande avonden. Jnana Yoga dus, eenwording door beoefenen van kennis en wijsheid, goddelijke wijsheid. Welke kennis staat daarin centraal? Nou, die goddelijke kennis zoals u die onder andere kunt vinden als u studie maakt van de drie grondstellingen, bijvoorbeeld in de geheime leer. En de zeven juwelen van wijsheid, de Sapta Ratnani, die u vooral in de Indiase literatuur goed terug kunt vinden. Ik heb u laten zien wat volgens de Bhagavad Gita de eisen zijn die gesteld worden aan een Jnana Yogi. Dus plichten zoals kalmte, zelfbeheersing, soberheid, reinheid en dergelijke. Overwinning door Jnana Yoga is door de volmaakte beoefening van geestelijke kennis, die uiteindelijk de bindende gevolgen van de karmische consequenties uit vorige levens tot as zal verteren, zoals in de Bhagavad Gita staat. Dus het gaat om het uiteindelijk worden en zijn van die Jnana die leidt tot eenheid met het goddelijke. Ten slotte dus de vier hoogste yogavormen, als die gemeenschappelijk worden beoefend, zouden we dat Brahma Yoga kunnen noemen, die leidt tot het allerhoogste, de hoogste vorm van eenwording. Ten slotte, het is begrijpelijk dat de Bhagavad Gita populair is niet alleen in India, maar ook in het Westen, omdat het niet alleen een heel diepzinnig boek is, maar ook heel praktisch, omdat het zo ontzettend duidelijk weergeeft wat eigenlijk de richtlijnen voor je dagelijks denken en handeling zou moeten zijn. En de kern van het overwinnen van goed en kwaad en het gaan van het pad van evolutie is dat je als mens steeds minder en minder aan je eigen belangen denkt, dat je steeds meer het heil van anderen centraal gaat stellen en je op mededogen richt. En pas dan komt inderdaad in beeld dat we die universele goddelijke mens worden die we in essentie al zijn. En dus ontstaat er wel degelijk een betere versie van onszelf. De eerste avond heb ik het samengevat en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten met deze plaat. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. We zijn geen menselijke wezens die af en toe een spirituele ervaring hebben, maar we zijn al spirituele wezens die nu door een menselijke fase heen gaan. Dat is wat ik wilde vertellen. En het woord is aan u. Ja. Hoe is eigenlijk de Bhagavad Gita naar het Westen gekomen, zeg maar? Waarom is het juist dit boek, wat op de een of andere manier, ja, dus ook moeilijk ter sprake komt, als je het vergelijkt met een andere? Ja, er zijn een heleboel andere boeken die ook heel bekend geworden zijn, dus dit is er één van. Maar ik denk dat de populariteit van dit boek
met name zo groot is geworden. Het is door diverse mensen. Ik ken er wel een paar Engelse schrijvers, als een Paul Brunton bijvoorbeeld, die 1910, 1920 en zo. Er zijn een heleboel mensen in die tijd. Dat was nog in de tijd dat India Brits was, hè? Dus er zijn toen een heleboel Britten geweest en die hebben ontdekt dat dat een enorme schatkamer was van wijsheid. En die hebben eigenlijk de yoga filosofie in het Westen populair gemaakt. Ook zijn er natuurlijk allerlei yogis, zoals Yogananda en andere bekenden, die zijn naar het Westen gekomen omdat die dat als hun taak zagen om daar dat te verspreiden. Maar onderschat u ook niet de invloed van de theosofische beweging. Mevrouw Blavatsky, die in 1875 gestart is met de Theosophical Society en die eigenlijk al in een heel vroeg stadium ook die Indiase literatuur onder de aandacht heeft gebracht. William Quant Judge, die in, ik denk, de 80e jaren die dat commentaar op de Bhagavad Gita heeft geschreven in Amerika. En omdat het in het Engels verscheen, werd het ook onmiddellijk toegankelijk, want het was natuurlijk oorspronkelijk niet in het Engels beschikbaar, maar er zijn allerlei Engelse vertalingen in die tijd verschenen. Ja, dat was ook een vraag van, dat Sanskriet, dat is natuurlijk een hele rijke taal, met ja. Heel veel, ja. En iedere vertaling is duidelijk tekort, denk ik dan, aan ja. De feitelijke ladingen, ja. De energie van de woorden. En kun je dat eigenlijk overkomen? Ik bedoel, heeft u zelf een cultuur Sanskriet? Nee, ik heb gebruik gemaakt van vertalingen vanuit het Sanskriet naar het Engels. En de vertaling die wij als Stichting ISIS uitgeven, daar is wel op fundamentele dingen ook wel weer naar de Sanskriet oorspronkelijke tekst gekeken. Maar daar is ook wel gebruik gemaakt van vertalingen die alweer naar het Engels gedaan waren. Dus, en je ziet ook dat sommige versen in allerlei vertalingen tot ons komen. Maar over het algemeen is het wel zo dat je toch heel goed de portée van wat er gezegd wil zijn eruit kunt halen. En wij hebben dus ook een geannoteerde versie die net door de inleider omhoog gehouden werd. En daar ziet u ook allerlei, er zijn sommige passages die vrij duidelijk zijn en voor zichzelf spreken. En andere die bij eerste lezing wel raadselachtig overkomen. Maar daar kun je dan door meer uitgangspunten erbij te betrekken. Zoals die drie uitgangspunten die ik noemde van de goddelijke kern, reïncarnatie, samengesteldheid van mensen. Kun je wel verder inkomen en daar is ook al het nodige op gestudeerd en over geschreven, waardoor je toch een heel goed beeld krijgt. En elke keer als je het leest, kom je weer tot nieuwe inzichten, zeg maar. Als je het een paar jaar niet gelezen hebt, dan zie je de enorme rijkdom weer, omdat je zelf ook weer veranderd bent. En dat is wat veel Westelingen hebben ervaren, want er zijn oneindig veel drukken en versies van uitgekomen. Ik heb er zelf geloof ik 5 of 6 in de kast staan uit heel andere bronnen. En omdat het een ongelooflijk praktisch boek is. Ik zeg altijd, elke psycholoog of psychiater zou het in de kast hebben moeten staan. Omdat eigenlijk een heleboel van die vraagstukken waar wij in onze westerse cultuur ongelooflijk ingewikkeld over doen, die worden heel recht toe recht aan uitgelegd. En vanuit een hele diepgaande visie op de mens en op het leven. En het lijkt soms wat kort door de bocht. Van handelingen verrichten zonder gehecht te zijn aan het resultaat. Nou, kom er maar eens om als je ergens een baan hebt in een bedrijf waar key performance indicators op iedereen worden losgelaten om te kijken of ze wel goed presteren. Want dat is de praktijk van ons dagelijks leven. En probeer je dan maar eens met deze filosofie daar doorheen te laveren. Dat is gewoon mogelijk, denk ik. Want het geeft je juist richting aan je werk goed doen. Maar zonder allerlei kanten op te vliegen als iemand er opmerkingen over heeft, te proberen om te zien wat je werk is en het goed te doen. En daar is de Gita prachtig hulpmiddel bij om met wijsheid tussen alle klippen door te laveren en om echt wat te betekenen voor je collega's en je medewerkers. Als je fotootjes zeg maar ingelijst staat als employee of de man, dan moet je daar maar geen manier aan hebben. Nee, als het je toevallig overkomt, dan dan onderga je dat gelaten of gelijkmoedig. En als je het
nader beschouwd moet worden omdat je misschien volgens anderen niet goed gepresteerd hebt, moet je daar ook gelijkmoedig onder blijven. Nu heb ik het idee dat het heel erg op de mens zelf gericht is. Dus zelf op je eigen, noem het maar, persoonlijke ontwikkeling. Als je dat nou wat breder bekijkt, zeg maar op de samenleving ja. zodanig, ja. De maatschappij, hoe kun je... wat zegt de Bhagavad Gita daarover? Nou ja, ik weet niet of ik zoveel van die passages hier heb laten passeren. Maar het is wel zo dat het totaalbeeld wat hier uit naar voren komt, is dat als natuurlijk iedereen probeert te streven naar de betere versie van hemzelf, en iedereen doet dat op zijn plek in de samenleving, ja, dan knapt die samenleving hard op natuurlijk. En hetzelfde beeld zien we eigenlijk bijvoorbeeld in de dialogen van Plato, in de Politeia, waarin hij de ideale staat beschrijft. En dan zie je dezelfde soort gelaagdheid, die vier lagen, die komen ook in die beschrijving van de staat van Plato voor. En dan zie je dat als ieder dus de dingen doet die bij zijn aard passen, want eigenlijk staat er als ondertitel bij de staat van, het gaat eigenlijk over rechtvaardigheid, het onderwerp rechtvaardigheid. En met dat Plato de rechtvaardigheid probeert in te vullen, beschrijft hij eigenlijk hoe een rechtvaardige staat eruit zou moeten zien. En dat zie je eigenlijk ook voor je als iedereen natuurlijk de dingen zou echt realiseren zoals in die Gita staat, zoals karma yoga. Je eigen werk zien en ook weten wat het werk van de ander is en daar steeds de juiste keuze in maken. En dat doen op een onthechte manier, dus je doet het omdat het een noodzaak is, het komt op je pad, je doet het. En je hebt er niet allerlei emoties bij, verwachtingen bij. Maar je doet het omdat je denkt, ik moet dit nu doen. En voor de rest laat je het los, wat de resultaten zijn. En vervolgens komt er weer wat anders langs. En je denkt, ik moet dit nu zo doen, want dat is de noodzaak. Voor. En als je dan een aantal elementen benoemt die, ik zou zeggen, voor ons westerlingen misschien antiek lijken, zoals... dingen als het kastensysteem of uithuwelijken. Neem aan dat die elementen wel een plaats hebben in de Bhagavad Gita. Nou, dat is eigenlijk zo dat het kastensysteem, en dat heb ik al een keer gezegd in een van de afgelopen avonden, zoals dat nu geworden of verworden is in India, waarbij door over erfelijkheid, zeg maar, je in een gezin geboren wordt en je vader was toevallig een Brahmaan en dan ben jij ook een Brahmaan. Ja, ik heb net gezegd dat Brahmaan een titel is die hoort bij iemand die laat zien dat hij een heel edel mens is. En niet omdat zijn vader Brahmaan was. Het is net als met als je koning wordt, dan zou dat moeten zijn omdat je van een zekere zielenadel bent en niet omdat je toevallig in een koninklijk huis geboren bent. Dus het gaat erom, wat laat je zien, wie ben je? Ben je werkelijk van adel, geestelijke adel? En als je die visie hebt en die mentale houding, dan hoor je op een plek te zitten waarin dat belang, waarin dat belangrijk is dat daar zo iemand zit. En als iedereen dus zou handelen zoals in de Gita, dus onthecht handelen, Raja Yoga, beheersing van zijn lagere natuur, toegewijd aan het feit dat hij beseft dat hij eigenlijk een goddelijk wezen is en zich dus ook gaat gedragen als een bijna goddelijk wezen, ja, dan krijgen we dus een heel andere samenleving, want als iedereen dat doet, dan zijn dingen als diefstal, pesten op school, noem het allemaal maar op. Ja, dat zijn non-issues geworden. Okay. Dankjewel. Ja. Ik heb niet zozeer een vraag, maar misschien een opmerking ten aanzien van wat u zei over de Bhagavad Gita's die aan het begin van de vorige eeuw naar het Westen zijn gekomen vertalen. Ja. Ik denk dat wellicht toch een onderscheid kan worden gemaakt wat een aantal vertalingen betreft en niet zozeer de vertaling, maar de vertolking. Interpretatie ervan. Van de Bhagavad Gita. Ja.
had hij een vertaling gemaakt zoals Sanskriet geleerde uit de Engelse periode, uit die tijd, dan had het niet zoveel toegevoegde waarde gehad, maar door de wijze waarop hij het vertolkt heeft, de geest van de Bhagavad Gita heeft weten neer te zetten in het Westen, daar is heel veel inspiratie, denk ik, van uitgegaan. En ook wat hij later heeft gedaan, de commentaar op de Bhagavad Gita die hij heeft geschreven. Ja. Ik denk dat dat zijn vertolking van de Bhagavad Gita wel tot een outstanding work maakt ten opzichte van veel vertalingen die inderdaad letterlijk zijn vertaald, maar waarbij mijns inziens wel een beetje de geest ontbreekt. Ja. Dus dat even ter verheerlijking of als een soort koningslied voor de judge, omdat hij zoveel van de geest van de Bhagavad Gita in zijn vertolking heeft gebracht. Ja. En het daardoor voor heel veel theosofen ook heel erg begrijpelijk heeft gemaakt en inzichtelijk. Bedankt voor deze toevoeging. Ik denk dat dat heel goed weergeeft. En dat sluit ook aan op uw eerste vraag van... Ja, waarom is het zo populair geworden? Door de inzichten die er inderdaad aan toegevoegd zijn. En, want je kunt ook hele letterlijke vertalingen nemen. Maar dan, dan wordt het... Dan zitten er hele raadselachtige verzen tussen. En je moet eigenlijk... wijsheid en die theosofische wijsheid die Judge er bijvoorbeeld in heeft gelegd... erbij gebruiken om echt te kunnen begrijpen van wat staat er nou. Want het zijn hele subtiele gedachten vaak. En die subtiliteit, die geeft het juist de diepte van wijsheid... die je ook in jezelf kunt gaan herkennen. Want ik heb steeds benadrukt, het zijn boeken die gaan over ons. Gaan niet over hunnie, maar over ons. En... dat maakt het ook zo waardevol, omdat je eigenlijk soms kunt zien hoe je zelf soms reageert. En dat je jezelf soms echt bij de kraag moet vatten om te denken van ja, dat is nou precies wat daar stond en daar ga ik glijden en ga ik de fout in. En dat je dan toch zo op zo'n duidelijke wijze soms kunt zien van hoe ver dat eigenlijk gaat als je het op de juiste wijze, bijvoorbeeld met handelen, dat je dan echt dat resultaat los moet laten... En eigenlijk in een soort stroom van denken en handelen bezig bent. En waarbij je elke keer weer op een frisse manier aan je volgende taak begint. Zonder steeds te blijven hangen in emoties of wat dan ook. Of verwachtingen. Het maakt het leven ook een stuk overzichtelijker, vind ik. Als je echt probeert het toe te passen. Een opgeruimde geest. Nou, dat zijn allemaal woorden die daar heel goed bij passen, denk ik. Kortom, ja, echt een boek om aan te bevelen. Ik geloof dat Gandhi ook heel veel met de Bhagavad Gita gedaan heeft. Ik weet wel dat hij in Londen was, dat hij het toen eigenlijk ontdekte. Ja. Misschien dat daardoor het ook veel bekender is geworden. Zou kunnen. Er zijn veel bekende figuren die er allemaal in gestudeerd hebben. En die de heilzame werking voor henzelf, maar ook voor de ontwikkeling van hun visie hebben ervaren. En daardoor aan de verspreiding hebben bijgedragen, denk ik. Een verhouding die nu wat dichter bij onszelf te brengen, zoals we hier zitten. Die verschillende bewustzijnstypes en de verschillende vormen van yoga. Hoe verhoudt dat zich nou tot ons zoals we hier zitten? Ik bedoel, de ene mens is meer praktisch gericht, de andere mens is meer devotioneel gericht. Ja. Het is natuurlijk schitterend als je dit hele scala hoog gelijkt, de Brahmana yoga, hè? Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je je dagelijks leven richt op een van de vormen van yoga. Dus dat je misschien een keuze hebt te maken. Of zegt u van nou, pak het geheel en we gaan voor het hoogste. Ja, ik denk wel dat het zo is dat al die vormen... voor iedereen interessant zijn, waarbij iedereen een eigen accent heeft. De ene is meer gericht op het denken en de andere meer op het handelen. Ik noem maar twee simpele voorbeelden. Dus als je dat van jezelf weet, als je meer handelgericht bent, dan zul je ook aangesproken worden door die praktische adviezen die gegeven worden in die passages over karma yoga. Maar ook iemand die meer bezig is met zijn denken en zich
probeert bewust te worden van zijn eigen denkprocessen en dat wat nauwkeuriger gadeslaat, die zal alsnog ook interesse kunnen hebben voor karma yoga vanwege de ontzettend praktische ideeën die ook, als je dat overdenkt, zo ontzettend overtuigend soms zijn waarom dat een goede handelwijze is. Dus ik denk dat het aan de ene kant zo is dat je een soort voorkeur voor jezelf zou kunnen ontdekken als je weet wie je bent, hoe je qua karakter in elkaar zit. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat het situationeel is, omdat niemand 100% alleen maar Raja Yoga gericht kan zijn. En dat het in een andere situatie zo is dat je, alhoewel je misschien de neiging hebt om een affiniteit met Raja Yoga als voor jou het best passend te zijn, dat je ook dingen hebt die gewoon echt karma yoga zijn en waar je ook heel erg veel aan hebt en daar enthousiast over bent om te proberen dat toe te passen. Dus ik denk dat het een combinatie is. En ik denk ook dat daarom die chela's zeiden van dat die proberen alles tegelijkertijd te doen, omdat ja, het heel rijk is aan ideeën, aan suggesties, waar je gewoon heel veel aan hebt als praktische wijsheid zijn. En ik wil er nog even op wijzen dat ik in de eerste avond heel erg heb benadrukt dat er in het oude India 6 filosofische scholen waren met 3 groepen van 2, waarbij de eerste groep van 2 gericht was op de wetenschappelijke invalshoek. De tweede groep van 2 op de filosofische invalshoek, waar yoga er één van is. En de derde, vooral Vivarta, de kleine Vedanta en de grote Vedanta op de religieuze invalshoek. Met andere woorden, we moeten nooit vergeten dat het een invalshoek is. Eén invalshoek van bijvoorbeeld in India de 6 invalshoeken. En dat wij vanuit de theosofie altijd zullen benadrukken dat als wij proberen onderzoek te doen naar waarheid, dat er altijd 3 invalshoeken tegelijk eigenlijk beschouwd moeten worden. Wetenschap, filosofie en religie. Het hoe iets in elkaar zit, het waarom dat zo is en waartoe dat uiteindelijk in de toekomst, in de vele incarnaties toe zal leiden of wat het doel daarvan is. En dat je dus altijd de breedte moet zoeken om een universeel mens te worden wat over de volle breedte zich heeft ontplooid. Ja. Ja? Ik wil nog even ingaan op die relatie tussen het persoonlijke en die maatschappij als totaal, zeg maar. Ik denk dat de maatschappij door 2 dingen een belangrijke mate bepaald wordt. Dat is natuurlijk de visie waarmee die maatschappij vormgegeven wordt, van bovenaf, zeg maar. En de som der delen is de maatschappij. Dus als je die delen veredelt, dan wordt die maatschappij ook wel beter. Zeker, ja, ik denk het ook. En ik denk dat van bovenaf is ook een betrekkelijk begrip, want ze, zij die ons besturen, ja, dat zijn wij zelf in feite ook wel een beetje, volgens het democratische partijenstelsel. Alhoewel je het niet altijd zou zeggen natuurlijk, maar het is wel zo dat ja, de optelsom van alle mensen is de maatschappij en ook de manier van bestuur zal daar een exponent van zijn. En als wij allemaal individueel veel edeler mensen worden, ja, dan gaat die maatschappij veranderen. Zelfs als dat een hele kleine groep zou zijn, is dat effect al heel goed merkbaar. Want als er maar een flink aantal mensen met goede ideeën zijn die het ook leven en iedereen ziet dat, ja, dan komen de bewegingen op gang, inspiratie, grotere groepen en dan zal het toch een andere kant op schuiven. Maar het omgekeerde is ook het geval als er verkeerde voorbeelden zijn die mensen aanspreken, dus de verkeerde inspiratie om zo te zeggen, dan kan het ook hard van je afgaan en heel erg afglijden. Waardoor er uiteindelijk een strijd van alle tegen alle ontstaat natuurlijk. Maar van bovenaf bedoel ik meer eigenlijk ook zo'n visie die in de Gita wordt gesteld natuurlijk. Al op die manier. De stoffelijke leiding van landen. Nee, maar omdat we het over de maatschappij hadden, begreep ik het zo. Ja. Goed. Ja? Jij had het over onthecht handelen.
En als je nu uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid van alles met alles, ja, dan kan je misschien ook zeggen dat je gehecht bent aan alles, maar aan niets in het bijzonder. Gehecht bent aan alles en niets in het bijzonder. Maar aan niets in het bijzonder. Dus dat je gehecht bent aan alles in de zin gehecht. Van dat je... Hè? Gehecht. Ja, gehecht. Dus waardering hebt voor alles. Alles respecteert. Bedoel je het zo? Nou, als je dus de wereld ziet als één geheel, waar je een onderdeel van uitmaakt. Ja. Als een radertje. Dan ben je eigenlijk, dan zie je het geheel als één. Ja. Daaraan ben je gehecht. Ja, aan het, je bent gehecht aan de totaliteit. Ja, nou dat is dat je gehecht bent aan het belang voor iedereen. Ja. Daar ben je aan gehecht. Daar richt je je op. Ja. En niet aan het persoonlijk belang. En als je, omdat je steeds dat algemeen belang naar voren brengt en daar steeds maar naar probeert te handelen. En dat ook anderen probeert duidelijk te maken dat het belangrijk is. Ja, ja, dan ben je bezig om draagvlak te creëren. Bij anderen ook. Want die zullen ook denken van hey, maar dat is ook mijn belang, wordt hiermee in acht genomen. En dan start je denk ik wel een beweging. En, zullen mensen enthousiast worden? Kijk, ik kan me daarbij wel voorstellen dat je altijd maar een beperkte visie van het algemeen belang hebt. Dus dat je niet aan je beperkte visie van het algemeen belang moet hechten. Maar je mag op zich wel naar streven. Er naar streven. Ja. En dat klinkt in ieder geval iets warmer dan onthecht zijn van alles. Ja, ja, ja. Nou, dat is... Nou, laten we zo zeggen. Ik denk dat het eigenlijk een andere beschrijving is om te zeggen dat je continu bezig bent om geen persoonlijk belang na te streven, maar wel iets te doen zodanig dat de ontwikkelingen en de belangen van anderen niet worden geschaad of tekort worden gedaan. En dus het is eigenlijk om met verschillende woorden proberen hetzelfde weer te geven. Het bijdragen aan de harmonie en het voorkomen van het veroorzaken van disharmonie in de wereld. Unity consciousness without attachment. Without? Attachment. Ah ja, ja. Unity conscious without attachment. Ja. Dat is een mooie manier om het. Engels is altijd goed om het kort samen te vatten. Misschien moeten we de lezingen ook in het Engels gaan geven. Dan bent u gewoon wat eerder klaar. Verder nog opmerkingen? Toevoegingen? Vragen? Zo niet, dan gaan we afsluiten. We doen dat met de Gayatri. Hè? Dat is wat we in de eerste avond hebben gezegd. Dat belangrijke vers waar eigenlijk het gedachtegoed van de hele oude Indiase cultuur een beetje op gebouwd is. Dus dat ene vers uit de Rig Veda, die drie regels. Waarin gesproken wordt over die innerlijke goddelijkheid in de vorm van een gouden zon. En hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest, opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.